Marianne. Ja. Zeg maar, hoe we daar. Die zijn voor jou. Ben je bij Jos Tornij en Jos heeft de vlaggen. Eindelijk heeft hij de vlaggen. De vlaggen zijn binnen. En wat ga je vandaag met die vlaggen doen? We gaan hier met een ploegje van de regiegroep gaan we die vlaggen aan huis bezorgen. Als geste dat ze een week langer hebben moeten wachten op toelevering. En we geven ze dan meteen als een cadeautje mee het blad van Stad en Ambt, het vrijheidsnummer van Stad en Ambt. En daar stond, daar stonden al die mooie activiteiten in, hè? En die misschien dan later in het jaar toch nog een deels doorgaan? Ja, een deel hopen we dat aan het eind van het jaar nog door kan gaan. En een ander deel, daar hopen we van dat die wellicht volgend jaar opgepakt gaan worden. We gaan de mensen wel aanschrijven, want volgend jaar willen de Canadezen in ieder geval weer naar Almelo komen. Dat is heel mooi om te horen. En die vlaggen, wat kunnen de mensen er nog mee? Want het is eigenlijk al de bevrijdingsdag van Almelo is al geweest. Ja, ik denk vanaf de aflevering direct ophangen en je mag ze laten hangen tot en met 5 mei. Alleen op 4 mei moet je even verwisselen voor de rood-wit-blauwe vlag. Want de rood-wit-blauwe vlag is natuurlijk de nationale driekleur die we bij de herdenking gebruiken. Halstok hangen op 4 mei en op 5 mei weer volop uit voor de bevrijding. Kan u mij vertellen wat uw reden was om die vlag te bestellen? Nou, sinds 1995 zijn we zeer nauw betrokken bij de herdenkingen en de komst van Canadezen. En we hebben ook elke 5 jaar Canadese logés voor het bevrijdingsfeest. Alleen dit jaar komen ze dus niet. Er zouden er 2 komen van de band, maar die hele band komt niet. In 1995 hadden we de eerste veteraan en die is in plaats van 10 dagen een maand gebleven met zijn partner, omdat hij het hier zo mooi vond. Ja, die vlag. Gaat hij die nou de komende weken lekker laten hangen? Die blijft gewoon hangen en als ik hem weer nodig heb volgend jaar, dan gaat hij weer uit. Het is nou eenmaal, ik vlag altijd. En ik hoorde ook dat u nog bij de echte bevrijding, dat u daar getuige van bent geweest. Ja. Waar was u op dat moment? Thuis aan de Frieseveenseweg, dat wil zeggen in een woning, een paar huizen van waar we normaal woonden. Want we zijn in oktober 1944 uit ons huis gezet ten behoeve van de Weermacht. En tegenover ons was een Duitse garage. Daar stonden de auto's van de Weermacht. En die werden bewaakt door militairen. En daar hadden we wel contacten mee, omdat je erbij leefde. Dat, ja. En hoe was dat om die bevrijding mee te mogen maken? Hoe voelde dat toen voor u? We waren gewend aan luchtalarmen. We waren gewend aan mensen met geweren. En dat vertrok op een gegeven ogenblik. En daar viel een hele druk van alle mensen af. We hebben dat ook later groots gevierd in de garage aan de overkant met de hele buurt. Heel mooi. Dank u wel en nog een hele fijne tijd, ook al kan het nu niet echt goed gevierd worden.